Ik sta hier op het punt waar Pablo Escobar voor het eerst stond toen hij het besluit nam om hier een gevangenis voor zichzelf te bouwen. Hier verderop zijn de martelkamers van Pablo Escobar. Verderop is het originele huis als hij wilde vluchten. Hier achter is een groen gedeelte. La Catedral. En dit was het uitzicht vanuit de La Catedral. On the right one is Bogota. En left Medellin. En zijn vrouw zat ergens hier onderaan. Ze kon zwaaien. Kon hij vanuit zijn dingen precies zien waar als Pablo Escobar zwaaide naar haar. Hier ergens moet ze beneden hebben gezeten dan. Het is een zelfgebouwde gevangenis, La Catedrale.